Waar missen jullie nu wel? Zijn dat in de schoen? Oh. Als ik oefen op zo'n fiets, Luxie was wel blij. Oh, mooi. Hoi, liefie. Kom maar stoelen, schatje. Niet verder gaan, Luxie. Tot Luxie, hè? Zo buiten zitten, hè? Een bakje. Moet ik nou op een deze nieuwe? Vlog, we zijn de pelgrims. En het is vandaag donderdagochtend en dat betekent dat de kinderen weer naar school gaan. Daar gaan ze weer naar school. Ze hebben dus 2 dagen deze week school. Maandag zijn ze voor de allereerste keer gegaan. En vandaag gaan ze voor de 2e keer. En ze hebben ook allebei weer een andere juffrouw vandaag, hè? Ja, ik heb juffrouw Let. Juffrouw Let en juffrouw? Els. En juffrouw Els. En die hebben ze ook allebei heel erg gemist. Dus ik ben benieuwd hoe jullie het vandaag weer gaan hebben op school. We gaan het zien. Luan en... Luxie en papa. Die slapen nog. Die gaan we zo ook eens even wakker maken. Want het is... Ga ik op alles springen. Ja, daar wordt hij wel wakker van. Het is weer een nieuwe dag. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Oh, goedemorgen. Papa en Luxie die zijn wat later uit bed gekomen. Op. Ja, ja. Op. Luan kwam 7:15 komen in bed. Ja, pop is nu moe. Ja. Maar wij hebben wat langer uitgeslapen. Tot 7:30 precies zijn. Dat is dus Cella. Papa, kijk je wat ik heb afgemaakt? Wat heb je gemaakt? Wow, jouw mooie eenhoorn met pareltjes. Die heb je heel mooi gemaakt. Nou, de schooltas die, heb ik hier klaarstaan voor je. Heel veel plezier op school. Met je grote broer. Ja, jij mag met mama mee en mama pakt fiets met jullie naar school. Ja, wat is ook? Wat wil je laten zien? Ja. Wow, heeft Luxie die gemaakt met Lucella? Wauw, wat knap. High five. Goedemorgen, mijn grote jongen. Ik heb Woesel en Pip gisteren in bad gehad. Hoe reuken ze? Lekker een hondenshampoo? Lekker. Ja, frisse hondenshampoo. Nou, niet meer gaan rollen in de koeien vlaaien. Want dat rook wel heel erg vies. Hè, Woes? Afgesproken? Nou, veel plezier op school, hè, Lu? Ja, dank je. Tot straks, jongen. Ik ga je missen. En Pip, die ruikt ook hier. Ja, die is ook mee in bad geweest. Kijk, Pip, die ligt hier nog te chillen. In haar hele kleine bench. Hey, Pipje. Goedemorgen. Mijn shirt. Ik heb een nieuwe tas. Ja, mooi, hè? Alsjeblieft. Heel veel plezier op school, nou, eventjes. Nou, ik heb die jas ook aan. Ik ga even de kinderen wegbrengen met de fiets. En dan ga ik even door met Lucilla, of met Lucilla, met Luxie even naar het winkelcentrum. Nog wat nieuwe hamsterspullen voor Luan's hamster halen. Want die moet even verschonen, maar we hebben geen verschoonspul voor. Dus dat even doen. En misschien even naar de kinderboerderij of wat dan ook. Even kijken. Ik zie dat het wel lekker weer is wat zon betreft. Maar ik weet niet of het te koud is. Gaan we zo even zien. Maar eerst eventjes de kinderen naar school. En lekker met Luxie eventjes drop-out. En Daniel die heeft heel wat werkafspraakjes achter de schermen. Dus die kan dan even lekker geconcentreerd thuis zijn belletjes en e-mailtjes wegwerken en zo. Terwijl ik eventjes lekker met Luxie drop-out ga. In de bakfiets. Ik denk dat je even je tas af moet doen nu, want het... Ja, grote schooltassen. Je hebt als een huiswerk mee. Veel boeken erin. Dat ja. Ja. En ik denk dat daar Luxie gaat zitten. Ja. Pak je tas van Luxie. Ja. Aan de kant van Luxie. Dat is een mooi plekje. Ja. Ik zag in de gordel. Ik zit in de gordel. Tot straks. Papa, mis jullie nu wel. Zo, en ik laat Hoesel en Pip even uit. Even lekker een wandelingetje maken, hondjes. Wordt weer een mooie dag. De tuinmannen hebben weer heerlijk het gras gemaaid, hè. Ah, oh, ruikt naar vers gemaaid gras. Nou, ik ga eens even kijken of de kinderboerderij open is. In ieder geval de speeltuin open is. Ik film even met mijn iPhone, want deze is leeg. Waar ik net mee filmde. Maar volgens mij kunnen we wel even in de speeltuin gaan spelen, Lux. Vind je dat leuk? Hier kunnen we misschien even lekker gaan spelen. Bakfiets even neergezet.
Dan gaan we hier eens even kijken of jullie wat kunnen spelen, Lux. Je hebt alles voor je alleen. Wil je in de schommel? Ja, ze wil in de schommel. Oh, boem. Ach, popje. Even. Oh. Staan. Goed zo. Nou, mam, je even helpen in de schommel? Wil je harder? Ze wil harder. Zo. Zo goed? Ja. Oh, dat is lekker, hè, in het zonnetje. Ja, met pop, hè? Ja. Ja. Nou, waar wil je nou heen, Lux? Daar. En die schommel? Ja. Die grote ronde? Die is mooi. Vind je die mooi? En wel allemaal bloemetjes. Allemaal bloemetjes. Oh, een trapje. Ik heb een trapje gevonden. Luxie, ik zie een kaboutertje. Kom eens kijken. Kom maar. Nou, de diertjes die sliepen nog, maar we kunnen wel door het mooie tuintje lopen. Met alle mooie bloemetjes. En kijk, een kabouter. Zie je dat? Goedemorgen, kabouter. Goedemorgen. Wat zie je? Nog een kabouter. Ja, oh. Lux. Ja, ga maar kijken, schatje. Mama loopt over het paadje. Ja, nog één. Goed gezien. Nog een kabouter, hè? Goedemorgen, kabouter. Kabouter was al wakker. Oh, wat ruikt het hier lekker naar die bloemen. Moest ruiken, Lux. Ik ruik de bloemen. Oh, wat ruikt lekker. Ruik je dat? Ja. Ja, mooi is het hier, hè? Mee. Moet ik weer mee? Als je vindt het hier mooi bij de bloemen. Schatje. Ga je uit je tas halen? Je iPhone. Oké, okay, wat ga je doen met de iPhone? Ja, ik heb ook een iPhone, ja. En samen de iPhone. Papa. Ja, ga je papa bellen? Ja. Oké. Okay. Oh. Wat ga je doen? Ja? Ik zit net boven, dus achter mijn laptop en de deurbel gaat.
En wie zijn daar weer? Papa's lieve meisjes. Hey, ik heb een verrassing. Een verrassing? We hebben een... Een verrassing? Onverwacht. Wat hebben we hier, Lux? Kijk. Mij. Kijk eens. Wow, Luxie. Een met trappers. Oh, 2 jaar? Ja, nou, ik kon het niet laten. Luxie ging erop zitten in de speelgoedwinkel. Ga eens kijken, Lux. De laatste. Past die? En hij was in de aanbieding. En ik denk, ik kan hem niet laten staan. Zo. Kan zijn pap meedoen? Hetzelfde als Luxie, hè? Of Lucilla. Zo. Ga weer erop tellen, kijk. En ze past precies met de trappers op de laagste trapper. Ach, joh. En even kracht leren zetten. Wat leuk. Maar kijk. Heel mooi, Luxie. Onze grote meid. Luxie op de fiets, hè? Kan ze ook fietsen? Ja, wil je zo eens gaan fietsen? Ga je oefenen? Papa en mijn mama. Ja? Met papa gaan oefenen? Nou ja. Met papa gaan we even een rondje wandelen. Ja, heel leuk. Kijken, Luxie. Zoals je ziet zijn haar beentjes lang genoeg. Het enige is dat ze even de kracht moet vinden om dus die trappers rond te draaien. En dan kan je alvast oefenen op zo'n fietsje met een trappertje. Zo, en dan moet je de trappertjes duwen. Trappertje. Nou, we zijn toch weer binnen. Luxie had toch nog geen zin om eventjes erop uit te gaan. We zijn natuurlijk ook de hele ochtend weg geweest, dus ze was een beetje moe. Dus ik ga haar zo even op bed leggen. Maar jongens, het is een beetje een impulsieve aankoop. Ik weet het, maar ik zag het staan. En ik zeg het al vaker tegen Daniel, met Luan en Lucilla hebben wij nooit zo'n heel klein fietsje gehad als wat we nu hebben. Vaak een maat groter en daarop hebben ze leren fietsen. En ik krijg altijd een beetje het gevoel dat ze daarop juist wat lastiger vonden, met name Luan, wat lastiger vonden om hun evenwicht te bewaren en uiteindelijk te gaan fietsen. Ja. Dus ik had me al voorgenomen, bij Luxie ga ik echt een kleiner fietsje gebruiken om haar te leren fietsen. Dus ik zag deze staan en Luxie was er al op gaan zitten in de speelgoedwinkel, want ik had trouwens... geen camera meer, want mijn batterij van de iPhone was leeg en de batterij van de camera waren allebei leeg, dus ik kon op een gegeven moment geen filmpjes meer maken, dus dat hebben jullie net even gemist. Maar ik was er even naar het winkelcentrum gegaan en ik liep even door de Intertoys heen en ik zag dus dat fietsje staan. Hij was in de aanbieding en ze zat er zo leuk op en ik dacht, oh, leuk fietsje, ja. Daar kan ze al op leren fietsen en haar voetjes die kunnen precies bij de trappertjes. Ja, schatje. Dus ik dacht, weet je wat, ik neem hem gewoon mee. En dan kijk ik wel wanneer ze er echt op gaat fietsen en wanneer ze past. Maar Luxie was er wel blij mee met jouw fietsje, schatje. Mama. Ze is alleen nu een beetje moe geworden, want ik heb natuurlijk vanochtend best wel lekker met haar buiten gespeeld. En bij de speeltuin geweest, bij de kinderboerderij geweest en dat soort dingen. Dus ze is een beetje moe geworden, dus ik ga haar zo eventjes op bed liggen. Dan kan ze haar middagslaapje even doen. En dan straks als Luan en Lucilla misschien uit school komen, dat ze het dan wel leuk vindt om eventjes door een parkje te gaan met een nieuwe fiets. Kan je die laten zien naar Luan en Lucilla en jouw nieuwe fiets. En dan kun je misschien straks met Luan en Lucilla gaan fietsen. We hebben hier een heel erg leuk parkje voor ons huis, wat jullie wellicht wel vaak hebben gezien in de vlog. En er is zo'n fietspadje met een asfalt en dat fietst heel erg lekker. Luan en Lucilla die fietsen heel erg veel van door het parkje heen, van het bergje op en neer. En nou ja, in ieder geval, de fietsjes worden heel veel gebruikt. Dus ik had zoiets van, zodra Luxie kan fietsen, denk ik ook echt dat ze leuk met Luan en Lucilla mee wil fietsen. Wow. Dus laat ik maar gewoon dat fietsje meenemen. Dus we gaan straks eens kijken. Ze past er dus wel op met haar voetjes op de laagste stand. Alleen ze moet kracht zetten om die trappers rond te draaien. En ik denk dat dat toch een beetje lastig is voor haar leeftijd nu. Ze is 2 en hoeveel maanden? 2 jaar en ze is van februari, maart, april, mei. 2 jaar en 3 maanden. Dus ik denk dat het kracht, dat moet nog een beetje komen. Maar ze kan er in ieder geval al wel vast op oefenen en kijken hoe het gaat. En ze ziet Luan en Lucilla er ook op. Ze kan haar popje erop meedoen. Het is hetzelfde fietsje als Lucilla ook heeft trouwens. Maar Lucilla had hem in de Anna en Elsa stijl. En dit is een roze fietsje. Ik vond hem ook wel leuk. Niet exact hetzelfde, maar wel hetzelfde modelletje, zeg maar. Dus superleuk. Dus als we straks Luan en Lucilla op gaan halen, gaan we straks misschien nog eventjes door een parkje lopen. Maar ik ga eerst eventjes deze kleine dame op bed leggen, die nu alweer heel druk aan het spelen is. Ja. Luxie, in bedje. Luxie, moe. Je was net heel moe, zei je. Nee, en dan is ze weer binnen en dan ziet ze weer van alles. Dat is typisch Luxie. En dan wil ze niet meer naar bed. Maar ik ga haar echt wel even naar bed brengen, want anders wordt ze straks een beetje vervelend. Hé, Lux, ga je zo even lekker slaapje doen? Nee. En als je dan klaar bent met slaapje doen, dan gaan we straks Luan en Lucilla ophalen, goed? Nee. Je bent zo lekker poppetje. Mama houdt van jou. Mama houdt van jou. Nee. Ja, mama houdt wel van jou. Nee. Mama houdt van jou. Nee. Wil je snoepje? Dat zegt ze geen nee meer. Was even een klein testje. Luxie. Mama vindt jou lief.
Mama vindt jou lief. Nee. Ben je mama schatje? Nee. Ben je mama zijn prinses? Nee. Nee, wat ben je dan? 1. Ben je 1? Ja. Je bent zo'n lekker poppetje. Ik hou zo van jou, Lux. Je bent zo, ze is zo, zo anders ook weer. Luana, Lucilla, Luxie zijn alle drie heel verschillend. Maar Luxie is ook weer, nu ze ouder wordt, merk je steeds meer een beetje haar karakter. Maar ze is zo lekker eigenzinnig, eigenwijs ook soms wel eens. Heeft heel erg haar eigen willetje. Kan zich super goed verstaanbaar maken zonder veel woorden. Het is weer een hele ontwikkeling waarin ze doorgaan. En af en toe moet ik wel heel erg lachen. Maar ik merk wel dat consequent zijn steeds belangrijker begint te worden. Dus daar werken we dan natuurlijk ook wel aan. Maar goed, ik vond dit wel... Kijk dat. Je bent zo'n lekker poppetje. Ja. Ja, ze is moe. Kijk, dit is echt een, echt wat ze moe is. Ja, tas. Ja, mooie tas. Heel mooi. Ja, supermooi. Gaan we nou naar bed? Zo, Luxie ligt eindelijk lekker op bed te slapen. En ik heb net een heel leuk interview gehad met vrouw voor de... Bellinga. Nee, voor de Telegraaf. Voor de Telegraaf. Dat interview staat dit weekend volgens mij in de krant. Dus als jullie de Telegraaf hebben, het stukje vrouw, daar staat dus een interview van mij over het boek. Daniel, die is volgens mij klaar. Ja, ik heb het ook 2 uur telefoontje gehad, maar wel leuk is, hè? Effectief geweest. Ja. Dus nu is het eventjes een beetje de boel opruimen. Ja. En dan zo meteen weer de kinderen halen van school. Normaal is het donderdag wel een stijl. Ja, ja, maar dat... Tot met september oktober mag het waarschijnlijk niet van de koning en de minister-president. Dus wij moeten nog eventjes lekker thuis doen met onze tijd voor onszelf. Ik ben klaar met al mijn belletjes en e-mailtjes. En Farah zegt, haal jij de kinderen op? Dus ik pak de bakfiets. En we gaan naar school. Hier ik weer op de fiets naar school. Nou schat, wat heb je gemaakt? Een kasteel. Zo. En een bordjes van mijn school. Wauw. Ik moest mijn kindtas meenemen. En kijk, dat hier een kind zit. Nou, zit daar, hè? En ook nog een tekening. Echt waar? Oh, wat gaaf. Die gaat Luxie heel mooi vinden. Zo. Was het leuk op school? Ja, en ik heb even... Dit was voor mijn arbeidje. Ah, dit was een arbeidje. Nou, super. Doe even achter broer en dan gaan we naar huis toe. Want we gaan Luxie leren fietsen. Luxie heeft een heel leuk fietsje gekregen met zijwieltjes. Dat vind je wel leuk, hè? En een groot fietsje net als ik. Ja, ja, hetzelfde als jou, in een andere kleur en met zijwieltjes. Het is wel leuk om haar even te gaan leren, hè? Ja. Nou, ik doe nu al in de bakfiets. Op naar huis. Ja, op naar huis. Gaan we nu lekker naar huis en we gaan Luxie laten leren om op haar fietsje te fietsen. Met zijwieltjes. Ja, met zijwieltjes. Bonjour. Oh, Luxie. Hey. Stoer hoor. Hallo, kijk eens. Hoi, hoor. Jullie eruit? Oh, ze waren dat mandje. Kom maar even kijken hoor. Hoor, ze is komen Luxie helpen, hè. We hebben dezelfde fiets. Hoe vind je die? Dezelfde fiets. Mooi, hè? Supermooi. Lekker. Luxie is een nieuwe fiets. Mooi, hè? En trappers. Wauw. Pak je de fiets ook maar. Gaan we even lekker in het bakje? Ja, dat is goed dan. Dat is een leuk idee. Papa zet de bakfiets. Super schattig. Zo. Luxie is inmiddels weer wakker van haar slaapje. Ze heeft hier allemaal eten in haar mandje gedaan. En Pop zit achterop. Kijk, Pop zit er ook bij. En Leon en Lucilla zijn weer thuis, schatje. Zullen we eens even met Leon en Lucilla gaan fietsen? Oké, dan pak ik ze ook de fietsjes. Ja, kijk, het is dezelfde. Leuke liefie. Kijk, alleen Lucilla heeft hem een slagje groter. Kijk. Ja. Echt heel erg leuk. Oh, schatje, dit is echt superleuk. Kijk dan. Heel erg leuk. Hetzelfde mandje en gewoon het helezelfde modelletje. Alleen het wiel is een slagje kleiner. En Luxie heeft zijwieltjes. En hij is roze. Ja, ik heb je, schatje. Je hebt zijwieltjes. Je kan niet omvallen. Hé, hey, je hebt ook Luan op zijn veel te kleine fiets. En Lucilla en Luxie op de fiets. Hè? Vind je het leuk? Ja, mooi. Ja, mooi, hè, liefie. Die kan je zo mee? Ja, heb je dezelfde? Ja, ze moet van jou leren trappen. Zie je dat? Kijk, kijk maar naar de trappers. Want dat vindt ze dus nog wat lastiger. Ze kan wel bij de trappers, alleen het duwen van de trappers, dat vindt ze nog lastig. Daar heeft ze misschien nog net niet genoeg kracht voor. Duw maar.
Ja, kijk maar naar hoe Lucilla dat doet. Mama, jou duwen, hè? Mama, jou duwen. Ga maar recht zitten. Ga maar recht zitten. Oh. Achteruit is de rem, schatje. Je moet wel naar voren trappen. Zo, naar voren. Ja, goed zo. Sturen, Lux. Sturen. Wow, die kant op sturen. Hé, hey, goed zo. Kijk, ik moet er nog wel een klein beetje helpen met het stuurtje. Maar dat gaat wel makkelijker zo. Ja. Wee. Wee, kom maar. Leuk, hè? Kijk, daar gaat Michelle. Hoi. Lux ook op de fiets. Vind je het leuk? Ja, allemaal een fiets, hè? 1, 2, 3. Drie fietsen, hè, Luxie? Dat is mooi, liefie. Dat is mooi. Leuk, hè? Kijk, daar gaat ze. Wee. Je moet nog wel even leren sturen, Lux. Ja, goed zo. Doe maar sturen. Hier is een beetje bergje af. Doe maar sturen. Sturen? Ja, kijk, dat is het stuur. Kan Luxie zelf sturen. Ga je vast. Oh, is Luan verstopt? Is Luan verstopt? Hier ligt wel Luan zijn fiets. Luan. Waar is Luan? Ja, daar is Luan weer. Nee, die kwam ik toevallig tegen bij de speelgoedwinkel. Echt? Ja, en ik zag hem staan en ze ging erop zitten. En ik dacht, hij was ook nog in de aanbieding. Die nemen we mee voor Luxie, dacht ik. Leuk, hè? Mama doen, schatje. Pak je fiets. Ja, goed zo. Doe maar sturen. Pak je fiets maar, jongen. Hey Lou, hoe was het op school? Heel leuk. Ja, heel leuk? Ja. Was juffrouw Els weer lief? Ja. Oké. Lucilla die is allemaal boven. Kijk, en over dit fietspad fietsen ze heel erg graag. Dat is een lekker paardje. Nou, kijk Luxie, dat is Luan zijn fiets. Zie je dat? Luan die trappen met de wielen. Probeer je ook maar eens te trappen. Ga je even even wat eten uit je picknickmandje. Luxie had een picknickmandje meegenomen, hè? Lekker eitje eten? Lekker eitje? Wie komt eraan? Oh, Lucilla! Hey Sil, hoe was het bij jou op school? Leuk. Ja, was het leuk? Was juffrouw Letter ook ik weer? Ik heb heel veel tekeningen gemaakt. Oh, heel veel tekeningen. Ach, liefie weer. Ben je lekker aan het tekenen geweest? Ja? Heb je ook leuke andere dingen gedaan? Werkjes gemaakt? Wat dan? Leuk. Nou, ik ging kralenplankjes. Wat voor plankjes? Kralenplankjes. Kralenplankjes, oh ja. En dan ga ik, dan heb je zo'n platen, heb je een huis of een vlinder of zoiets. Ja. Dan heb je daar zo'n bak met kralen en dan kan je ook doen dezelfde kleur van. Oh ja, figuurtjes maken met de kralen. Ja. Oké. Okay. Huis of vlinder. En heb je ook lekker buiten gespeeld? Ja. Ja? Twee keer. Nou, gezellige Luxie. Dat ze er weer zijn. Doet, doet. Oh, daar komt Luan aan. Kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Wow. Dat was snel, hè? Ja, volgens mij kon papa het niet laten de drone weer even de lucht in te doen. Ik hoor ergens in de lucht een drone zoomen. Dus als het goed is, gaan jullie wat dronebeeldjes zien. Zullen we weer even lekker doorfietsen? Ja. Ja? Kijk, daar is papa in de lucht. Zeg maar dag, papa. In de lucht. Wat vind je ervan, Lixie? Mooi, hè, liefie? Mama die moet wel heel hard meerennen met jou, maar dat heb ik er graag voor over, hoor. Fietsen, dan kan je net als nu al een Lucilla zonder wieltjes. En wat heb je mooie knikkers? En wat heb je mooie knuffels op je mooie fiets? Mooi, hè? Ja. Zo'n mooie fiets wil ik ook wel. Ja, 1-1-1. 1-2-3 bedoelt Luxie, hè? Ja. Alle drie je fietsen, Lux. Nee, maar wat voor een
Ja, we gaan naar het volgende parkje. Droombeeldjes gemaakt volgens mij. Ja, kijk. Kijk, nu al op de glijbaan. Oh, wie is dat? Nee! Luxie! Nou, ik hoop dat de droombeeldjes gelukt zijn. Ja. En dat ze mooi waren, maar kun je dat allemaal terugzien. Nou. Deze keer leren fietsen met broer en zus. Ja. Leuk hè? Volgens mij kunnen we hier de deur wel open houden. Kunnen we lekker even in ons voortuintje spelen, want opeens is het zonnetje lekker doorgebroken. Hé, hè, Boezelpipje? Ja, jullie zijn ook wel lekker buiten hè? Ja, oh, zit je weer vast, meisje? Als we jou vast doen, dan ga je jezelf altijd helemaal vastbinden. Even los. Zo, daar zijn ze weer. Kijk eens, dat is het favoriete plekje van Woesel en Pip. Pip die ligt altijd daar. En Woesel ligt altijd hier bovenop. Och, jongen toch, kom hier. Eventjes wel lekker drinken, hè. Ja, brokjes eten. Zal ik even lekker limonade pakken? Is Lou dan weer in een knuffelbui, jongen? He? Moet Lou aan jou weer knuffelen? Oh, heb je Woezel gemist, jongen? Ach, kerel. Oh. En Pip zit hier. Pip zit hier lekker onder de tafel, hè? Ach, schatjes. Oh, zit je er al klaar voor? Ga ik voor jou een glaasje limonade pakken, goed? Kijk eens, wie lust er lekker wat drinken met een lekkers erbij? En een lekker snoepje erbij. Ik ga een sleutel. En mama die is altijd gek op de smileys. Mama? Jij hebt een sleutel en dan doe je deze in het gaatje. Ja. Zo. Ja. Kijk, ik heb een speen. Oh ja, dan heb je een speen. Lekker nog even zo buiten zitten, hè. Fijn dat jullie weer thuis zijn, hè. Hey. Ik zie. Ik heb hem. Oh, lekker zo, hè, weer in het voortuintje. Nou, je zegt, laat het warmer weer toch weer terugkomen. Gezellig, lieve zusjes. Niet te veel, hè? Oh, boem. Boem. Ja, mooi. 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 1, 2, 3. 3 kindjes. 3 fietsjes. Ga nou niet vertellen dat je ook een fietsje wil, Woezel. Nee, nou dan mag jij op die. Ja, Woezel, die driewieler is nu van jou. Ja, Woezeltje, ga jij daarop als een klein acrobaatje? Met het knuffeltje van Luxie. Oh, zilpak hem. Dat kleine acrobaatje. Dat is het hondje van Luxie. Ja, allemaal vast wel luxe. Vandaag heb ik
hulp in de keuken van niemand minder dan... Lucilla! Lucilla Bellingo! Nee, Lucilla gaat mij lekker helpen met deze verse groenten te snijden. We gaan het groene pudding maken. Dat is een aubergine. Aubergine? Aubergine. Ja, dat is heel gezond. Er zitten heel veel vitamintjes in. Nee, die moet eerst wassen. We gaan eerst eventjes, dit is zo'n vers pakketje wat ik hier heb. Dus we gaan eerst eventjes de groenten wassen en alles snijden. We hebben kipfilet en rijst. Eerst gaan we de aubergine wassen. Ja, gewoon goed zo wassen. Dit is een courgette. Een aubergine, een courgette, een komkommer en een tomaat hebben we. Heel goed. Ja. En de paprika goed wassen. Heel goed. Die hoef je niet te wassen, Luxie. Dat is gekje. Je mag wel dit. Bak mij. Zo, ik heb er nog een keukenhulp bij gekregen. Bak mij. Bak mij. Is dat jouw bakje? Ja. Oké, we gaan hier nog een uitje snijden. Kijk. Uitje. En van uitje ga je altijd... Ja, snijden. Huilen. Let maar op. Kijk, die gaan we bellen. Zo. Bellen. Dat is de courgette, of de aubergine. Ik ga daar nu al de hondenborstel bij. Ja. De paprika, heel goed. Dankjewel. Dan hebben we hier de ui. Dan gaan we de ui in kleine stukjes snijden. Voor de eerste keer de ui. En komkommer! Ja, goed zo. Dankjewel, Lucilla. Voor de eerste keer en... Hoe shit is dat? Voor de eerste keer een... Hey, hoe shit! Hoe shit! Goed zo! Zo. Kijk, dan snijden we eerst even de ui in hele kleine stukjes. Ik heb al een keer een ui geproefd, maar alleen een witte. Ik denk niet dat jullie dat lekker vinden. Oh, schatje, je mag wel proeven. Proef maar. Proef maar. Ik denk alleen niet dat je het heel erg lekker vindt. Ja, het is heel gek, hè? Ja, nu proef maar. Zo. Het klikt dan toch? Ja, een beetje. Zo, even een bakje. Ja. Is het ba? Is het jouw bakje? Mag dat niet in jouw bakje? Mama, ja, dat prikt in je ogen, hè? Luxie voelt het. Prikt, hè? Kom maar, zullen we hem snel wegzetten, bakje? Oeh, prik in de ogen. Kom maar in stukjes. Lucilla in stukjes? Nee, Lucilla in stukjes. Een gekke Silla. Mam, ik zit nog hier op de aardig. Je zit wel op de aardig, ja. Je past toch maar net. Maar die is lekker. Maar eerst zijn ik altijd hier onder. Ja, toen jij klein was, zat je er altijd bij. Je hebt het aardig en het is Luxie heel vaak. Zo onder, maar ja, ik wil pas niet meer. Nou, zoals jullie zien is het heel gezellig in de keuken. Super gezellig hoor. Maar je moet even tijd hebben om het allemaal te doen. Want met kinderen erbij... de kinderen erbij... loop je enige vertraging op, zeg maar. Zo, nou, dit zijn... dit zijn de... Kommers. Kommers. Hoor ik daar een papegaai? Hoor ik daar een papegaai? Hallo, ik ben Lucilla. Hallo, ik ben Lucilla. En ik laat een scheetje. En ik laat een scheetje. Boefie. 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 Nee. Ze is nou Boefie. Ze is Lucilla ook Boefie. Nee. Boefie. Nee. Oh, 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 oh. Kijk, dat is weer een stukje tomaat. Kijk, ik zie, kijk, weer een stukje tomaat. Oh, lekker. En de papegaai, jij ook? Ja. Ja. Papegaai. Ja. Ja, ja, er is nog één, hè? Ja, er is nog één, hè? Lucilla. Zeel, stop! Yo, zeel, stop! Zeel, stop! Stop! Doe de zielen nou! Doe de zielen nou! Zielen doet mama napraten. Mijn stoel! Ja, dat is jouw stoel, ja. Ja, dat is jouw stoel. Het is heel gezellig hoor, met de meisjes in de keuken. Heel gezellig! Ze kletsen betsen erop los. Ze kletsen betsen erop los. En Luxie, die eet alles hoor. Luxie eet alles. Ja, die eet alles op, hè Lux? Ja, die eet alles op. Ze eet heel goed groente. Eet heel goed groente. Net als Lucilla. Net als Lucilla. Net als Luan. Nou, tomaten eten ze allemaal wel. Nou, tomaten eten we allemaal. Leuk hè, zo'n papegaai in de keuken. Leuk hè, zo'n papegaai in de keuken. Ik hoop ook dat jullie dit allemaal helemaal niet irritant vinden. Ik hoop dat jullie het allemaal niet irritant vinden. Want ik vind het ook echt helemaal niet irritant. Ik vind het helemaal niet irritant.
word er ook helemaal niet gek van. Ik ben helemaal niet gek van. Ik ben ook heel benieuwd hoe lang ze dit volhoudt. Zullen we een keer een vlog maken, de hele dag mama napraten? Zullen we een keer een vlog maken, de hele dag mama napraten? Nee, dat doen we niet, want anders wordt iedereen ook gek van het napraten. Lange zin! Papa! Filipa? Doe het niet, want... Proef maar. Dan weet je toch? Ze blijft hangen. Lucilla blijft hangen. Lucilla blijft hangen. De kat krabt de krullen van het graf. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen. De kat. De kat. Krabt de krullen. Van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Die kan ze niet na zeggen. De kat krabt de krullen van de trap. De krab pakt de krullen van de trap. Lekker, Tomaat. Kom, kom, kom. Nee mama, ik heb mond vol. Ik mag er niet praten met volle mond. Dat is lekker, hè? Dat is lekker. Dat is courgette. Courgette. Ze heet nou een courgette. Nee. Ja. Ja, het lijkt op een komkommer. Nee, dat is aubergine. Dat is nou een courgette. Ja, mijn chef komt Lucilla, komt net uit de keuken en ik kan een kunstje, hè? Moet kijken zo. Nee. Oh, ze kan vliegen, kijk eens. Super Lucilla. Ik wil ook! Ja! Kijk dan! Het ziet er echt ook op Bali uit, hoor. Ja, het is een keer even iets uitgebreider. We hebben hier de rijst klaar staan. Kip gaat er zo in. Groente is gesneden. Dus het wordt weer een lekker maatje. Ja. Een beetje een Aziatische keuken, denk je zo. Hoe heet het gerecht dan? Groene curry. Goh. Dus op zijn Nederlands. Zo, mijn lekkere groene curry is al bijna klaar. En ondertussen hoor ik hier een muziekje. En hebben we hier een concert. Feestje! Oh. Mooi, Luxie. Hey, dit is dat liedje waar we opkwamen. Met het podium. Nou, met de Sepp Award. Even proeven of de rijst een beetje goed is. Een beetje plakkerig, maar ik ben nooit zo goed in rijst. Maar voor mij vind ik me oké. Okay. Mooi, Luxie. Ik kan er maar eentje de passen. Doe papa nou. Schatjes. Daniel. Ja, nee. Gekke papa. Gekke
lekker, papa. Ik kan bijna eten, jongens. Het ruikt lekker. Alexio. En mijn lekkere prakkie voor vandaag is klaar. Komen jullie aan tafel? Hoe smaakt dat, Lucilla? Ja, het heel lekker. Ja? Ik heb nog nooit geproefd. Nee, hè? Nee. Maar lekker, hè? Dit is vaker eten. Een heerlijk huisgerecht. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. Zie je morgen weer een nieuwe vlog. Tot morgen. Tot morgen. Volg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom boom boom, boom boom mee. Dans mee.